sta je bij Bernard Christiaanse in de zogenaamde lasershemel die je aan het inrichten bent. Het is nog een beetje puin op nu, maar het wordt een duister iets. Hè? En wat ga je er voor act doen? We zullen proberen om overleden schrijvers op te roepen hier vanavond. Ja, onder leiding van jou? Onder mijn leiding, ja. Wat ga je dan zeggen? Oeh. Ik ga niet vooral hoe zeggen, maar ik probeer... Ja, ik kan nu niet uitleggen, maar ik probeer om contact te leggen met schrijvers en ik zie dan wel wie dan komt. Er zijn zwarte weduwen die beneden rondlopen en stiekem met het hoofd gebogen kaartjes uitdelen om mensen attent te maken. Frank van Funky met de laatste bordjes bezig van Boek en Bal, hè, vanavond voor het tweede jaar. Hè. Vertel op. Nou, helemaal leeg, hè? Al 5 dagen van tevoren waren we helemaal leeg. Dus ja, we zijn als sodemieter de laatste loodjes aan het leggen, of ja. Hoe zeg je dat? Met 25 man lopen we hier rond. Ja. En over 2 uur is het zover. En het is een uitverkochte toestand, hè? 2008 nu. Ja, 1200 man, ja. Of 1200 gasten kunnen we verwelkomen. In vergelijking tot vorig jaar is dat bijna dubbele. Toen hadden we er 700. Ja. En ja, als je dan ook nog eens een keertje bedenkt dat we 5 dagen van tevoren al uitverkocht waren. Nou, dan zegt het wel iets over de populariteit van het evenement. Ik zit hier bij Cilia en jij zit op een doodskist. Hè? Wat ga je daarmee doen vanavond? Nou, zelf ga ik er niet veel mee doen, maar de mensen die vanavond gaan komen, die gaan... Het is eigenlijk een binnenkomertje, ja. Want het is de entree voor de lezershemel. En in de lezershemel gaat er van alles spannends gebeuren. Ja. Er gaat een seance komen, hè? Ze gaan oude schrijvers oproepen. Weet jij hoe dat gaat? Nee, dat weet ik nog niet hoe dat gaat, nee. Maar... Mijn taak wordt dat ik mensen als een zwarte weduwe ga ik naar de lezershemel lokken. Om daar een fantastisch avontuur te beleven. Ja. Dat is een beetje tegenovergestelde van verleden jaar. Want volgens mij was jij toen een witte engel hier. Hè? Ja. Weet je het nog? Ja, dat weet ik nog heel goed. Ja. Wit en glitterend. En dat was heel leuk. Dat was inderdaad heel tegenovergesteld. Je mocht toen niet spreken. Is dat vanavond weer zo? Jazeker. Het is heerlijk om niks te zeggen. Goed dat ik je nu geïnterviewd heb. Want vanavond zeg je toch niks tegen me. Ik zie je vanavond. Ja, gezellig. Ja, meneer, een rode tafeltje, die kan je halen. Ja. Ik sta bij Anita. Je bent een creatieve dame samen met Miranda. Dit jaar heb je weer flink uitgepakt, mooie dingen opgehangen. Ik zag gisteren was je bezig... wapperende blaadjes op te hangen in het groot. Leuk verzonnen. Ja, nou, dat heb ik niet alleen gedaan. Dat hebben Miranda, ik en eigenlijk het team van Funky met z'n allen gedaan. Ja. Heb je nog iets bijzonders gemaakt dit jaar waar je bijzonder trots op was op creatief gebied? Waarvan je zegt van nou, dat ziet er wel helemaal geweldig uit dit jaar. Nou, we hebben iets groter uitgepakt weer. We hebben meer bladzijden hangen, ook wat hoger. En we hebben 2 hele mooie mobieles hangen in de bibliotheek. Ja.